Of via de computer bijvoorbeeld? Ja, het eerste denk ik dat het in Nederland via het internet te krijgen zijn. Maar dan moet je wel gewoon een laptop hebben en een grafische kaart die 3D aan kan. Dus dat is echt nog wel wat werk. Je moet een kaart kopen en een schermpje kopen. En dan komen ook de 3D-televisies. Sony, Panasonic, alle grote merken, Samsung komen allemaal met 3D-televisies. En die komen dit jaar voor het eerst op de markt. De mensen die dat hebben, maar dan moet ook nog gewoon de kabelaar, die moet nog aan de gang. Of Hilversum moet nog aan de gang. Daar moet je wel langer op wachten. Dus via internet krijg je het sneller naar een scherm bij je in de buurt. Oké. Okay. Betekent ook dat je alle camera's nodig hebt? Ja. Oh, twee camera's. Ja, je hebt twee camera's die naast elkaar zitten. En de, dus maar die zitten in één camera zitten we dan zit twee in één, zit in één, ja. Zullen we die andere hebben? Dat is ook leuk, ja. Wat betekent dat voor de, wat betekent dat voor de praktijk van de televisie maken? Ja, het moet in 3D worden opgenomen. Dat betekent dat zo'n camera die je daar nu hebt, hè, als je daar naar kijkt, die zal gewoon twee lenzen naast elkaar moeten hebben, net zoals jouw ogen. Dus dat allemaal nieuwe camera's, nieuwe editing software, nieuw uitzenden via de kabelaars, nieuwe schermpjes. Het hele zaakje moet compleet overnieuw worden gemaakt. Maar dat kan dus via internet, op je laptop, via de mobiele telefoon. Ze denken dat mobiel, dat een gigantische markt wordt voor 3D. Ik kan me nog niet zo voorstellen dat dat uit diepte komt uit mijn mobiel, maar dat gaat echt gebeuren. En dus gewoon op de tv. Oké. Dan moet je gewoon een 7.